Hey, assalamu alaikum en welkom bij een nieuwe video. Leuk dat jullie weer kijken. We hebben vandaag een lekker, ook altijd. Maar echt een gezond recept. Tuurlijk, gezond, vanzelfsprekend. En het is echt het is geen hoofdgerecht, maar dit is echt gewoon een ontbijt of lunch. En het kan nog zelfs als toetje zou het ook nog wel eens kunnen. Zo ziet het in ieder geval wel uit. Ben jij nieuwsgierig geworden? Kijk al verder. Wij gaan vandaag een yoghurtbol maken. Ja. Tenminste, zo heet die toch? Ja, ja, het is geen acai bowl. Nee, het is geen acai bowl, het is acai bowl. Sorry. Ik zei acai. Het is geen acai bowl. Nee. Die hebben we al ooit eerder gemaakt. Die kun je ook op ons YouTube kanaal vinden trouwens. Ja. We hebben laatst een heel lekker bol gegeten. Dat was in een plekje in Amsterdam. Oh. En vonden we zo lekker, dat hebben we thuis nagemaakt. En toen zagen jullie dat in onze vlog van afgelopen vrijdag. Die kun je ook vinden op ons YouTube kanaal. Alles. Even een momentje nemen. En toen dachten we van, hey, we kregen zoveel vragen naar. En zeiden, wat is dat? Het ziet er lekker uit. Zowel op Instagram als in onze vlog. Toen dachten we van, weet je wat? We laten hem vandaag meteen aan jullie zien. Want het is zo lekker. Dat willen we met jullie delen. Toch? Inderdaad. Laten we beginnen. Yes. Wat hebben wij nodig? Griekse yoghurt, zo min mogelijk vet. Banaan. Een avocado. Kokosrasp. Lijnzaad. En we hebben gekozen voor blauwe bessen en frambozen. Maar dit mag ook naar keuze natuurlijk. Ja, dus deze drie dingen is voor de topping daarna. Ja, we beginnen. Het enige wat je hiervoor nodig hebt eigenlijk is een goede blender. En wat was dat? Ja, en dan gaan we. Het is echt een hele makkelijke set. Mix. Mix? Dan eet dat. Dus, de blender. Doe aan de zijkant schuiven, dus je maar kijken. Okay. Zo doen we dat. Ja, dan nog wat. Oké. Yoghurt. Bananen. De avocado. Ja. En het is inderdaad ook zo dat avocado vetten bevatten. Veel vetten ook. En calorieën, heel calorierijk. Maar er zijn natuurlijk wel de goede vetten. En ook die heb je nodig. Maar je moet dit niet elke dag eten, bijvoorbeeld. Elke dag een avocado? Ja, het ligt er, ja. Nee, nou, goed. Variatie is altijd belangrijk. En het ligt eraan hoe je eetpatroon verder is. Als die verder gewoon prima is en je mist op een dag gewoon sowieso ander soort vetten, dan is het juist een goede. Daarom eten ook heel veel vegetarische en veganisten mensen heel veel avocado's. Omdat ze die vetten missen. Oké. Dus, gaan we nu blenden. Je kunt er, als je een zoete persoon bent, kun je er operationeel een klein beetje honing bij doen. Wij laten dat voor nu even achterwege, want de banaan is op zich al een zoetemaker. Is? Gaan we nu blenden, jongens? Mooi groene kleurtje. En hij is klaar en hij heeft nu echt een hele mooie groene kleur. Wat je eventueel ook kunt doen, is hier bijvoorbeeld cacaopoeder toevoegen of spirulinapoeder. En ja, we hebben nu even beide niet gedaan, want we voor zoetvoeds even voor lijnzaad hebben gekozen. Maar dat kun je eventueel ook doen, dus geheel naar keuze. Oké, dan mag ik natuurlijk weer opdienen van Nezima. Dan zegt ze van, doe jij maar, want ik kan beter decoreren. Nou, laten we dat maar doen. Je hebt nodig een kom en eentje. Je giet het er gewoon zo in. Dit is de juiste structuur. Het is een combinatie van avocado, banaan en yoghurt. En kijk, en dit is hoe het eigenlijk dus echt moet worden. Dan gaan we hem nu afdecoreren. Het is gebroken lijnzaad. Even de rasp, de kokos vind ik altijd heel lekker. We waren net bij de ingrediënten, de gepofte quinoa vergeten te vermelden voor de topping. Die doen we uiteraard er ook bovenop. Die mag zeker niet ontbreken. MUZIEK.
wel op, hè? Maar, oh, heerlijk. Dit is zo makkelijk en snel te maken en zo ontzettend voedzaam. Ideaal als ontbijt, maar ook zeker voor lunch. Dus je bent hier echt lange tijd verzadigd door. Ja. Dit noemen ze dus nou echt een party in een kommetje. Toch of niet? Ja, precies. Het is echt een feestje om op te eten. Absoluut. Gaan we proeven? Nou, gaan we eten. Dat is altijd. We gaan bij proeven niet meer eten. Nou, laten we proeven. Yes. Hou jij vast, ga ik eten. Het is echt een zonde om door elkaar te halen. Ja, dat klopt. Maar goed, bismillah. Ja, bismillah. Het is ook echt heel smeuïg, weet je wel. Het is bijna danoontje-achtig, weet je wel. Heerlijk. Wie zegt ook alweer dat gezond eten niet lekker is? Nou, daar moeten we onze recepten eens uitproberen. Precies. Ga ik deze nou ook uitproberen? Dat is een hashtag en vernoem onze naam. Is altijd leuk om te zien en we zullen ook altijd reageren. Ja. Vind je het een leuke video? Duimpjes omhoog. Ben je aan het kijken en je bent niet geabonneerd, wat moet je dan doen? Abonneren, want abonneren is nog gratis. Altijd gratis. Ja. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei doei! Doei doei!